loopt met het V-team. Hoi allemaal, vandaag is maandag 17 juni en ik ga me nu inschrijven voor de vierdaagse. Goedemorgen. Goedemorgen. Mevrouw Al-Rabé. Ja. En nu ben ik klaar. Doei. V-team-tent samen met Taco. Het officiële moment. Kijk eens. Het officiële V-team polsbandje. En de button met je naam erop. Je mag je naam hier zo meteen afstrepen. En dan krijg je een tasje met allemaal leuke dingen erin. En vervolgens gaat het echt beginnen. Hoe voel je je? Ik voel me wel. Ja, goed. Hier ook tijdens het Nijmeegse vrienden ontmoet? Ik heb hier hartstikke veel vrienden ontmoet. Ik heb denk ik wel een paar honderd vrienden nu, die heb ik allemaal bij de Vierdaagse ontmoet. En dat begon al toen ik 14 jaar was, want toen had ik ook voor de eerste keer de Vierdaagse gelopen. Hoe vaak heeft u de Vierdaagse zelf al gelopen? Ik heb hem 13 keer gelopen, maar ik heb hem maar 12 keer uitgelopen. Oh, echt wel. Wat is er die ene keer gebeurd toen je... Nou, dat was het, de Vierdaagse was op de tweede dag. En toen was ik pas een uur aan het lopen. En toen had ik er opeens geen zin meer in. En toen kwam er net een bus langs en toen ben ik erin gestapt. Toen ben ik naar huis gegaan en toen ik thuis was, had ik er alweer spijt van. 4 dagen lang lopen wij maar door jullie. 4 dagen lang gaan wij ervoor. 4 dagen lang weet ik waar ik hoor. 4 dagen in Nijmegen. Ja, ik heb er gewoon heel veel zin in, maar wel af en toe een beetje zenuwachtig. Ja, dat het super gezellig gaat worden en heel veel lol met elkaar. En dat we ook echt heel veel vrienden en zo maken. En dat we ook een beetje grapjes uit gaan halen. Ik vind het wel spannend een beetje voor morgen. Maar ik heb er ook heel veel zin in. En ik denk dat ik de Vierdaagse misschien wel ga uitlopen. 4 dagen lang lopen wij maar door. Ja, gaan we er voor hoe lang? 4 dagen lang. Weet ik waar ik hoor? 4 dagen lang. En we blijven zingen. Hey!